Hoi allemaal! Welkom bij mijn vlog. En hele goede middag allemaal. Ik ben Angelique, jullie onafhankelijke sensieconsulente. En ja, de bezorger is geweest en had het pakket bij de buren afgegeven. En mijn grote verbazing is maar één doos. Gisteren dus een sms'je gekregen van de UPS. Hallo, wij komen morgen twee pakketten bij u afleveren. Dus ik dacht ook, mooi, dan kan ik of bij het UPS point dus twee dozen afhalen. En ik had een flinke partybestelling gedaan. En nou ja, dan verwacht je ook twee dozen. Alleen... Het is er één. Zoals jullie zien, wel een hele grote doos. Dus ik ga hem heel even laten zakken. Want ik heb hem net even opengesneden. Ook wel loodzwaar. Maar zo. Dat is even wat makkelijker. Maar het is er maar één. Ja. Dus ik heb maar de helft. En wel het grootste gedeelte. Maar dan nog de helft van de bestelling binnen. Dus dat is een beetje... raar, maar toch, ik denk, maak toch maar de unboxing vlog. Ik hoop dat morgen de UPS bezorger alsnog de tweede deel van de partybestelling komt brengen. Maar dat is even afwachten. Ik heb net nog wel even gecheckt. En de tweede doos zou nog bij het UPS tussen station linksom, rechtsom, ik heb geen idee. Moet staan. Dus ik weet het zelf nu ook heel even niet. Maar ik ga wel met jullie box 1 van de partybestellingen openmaken. Ik had een hele grote order. Echt een hele grote order. Dus ik heb zelf een party aangemaakt. Ook een beetje om de feestdagencollectie te regelen, te doen. Stel... He, lijkt het je keer leuk? Kan je altijd mij vragen of ik een party voor je wil aanmaken? Stel als je een hele grote bestelling wil plaatsen. En met een hele grote bestelling bedoel ik ook een bestelling met de waarde van 295 euro. Dat is de startwaarde. Want als je een party houdt en jij bent de host van de party... krijg je, als je dus het minimumbedrag hebt van 295 euro, krijg je naast de 10% hosttegoed. Daar kan je dan gratis sensieproducten voor aanschaffen. Ook een artikel voor de helft van de prijs. En als je een bedrag wat meer is dan 295 euro... Zeg uit mijn hoofd 515 euro, krijg je dus nog steeds die 10% hosttegoed. Dus 10% aan gratis producten. Plus dan twee producten voor de helft van de prijs. En stel wil je een hele mooie brander of een hele mooie deluxe diffuser. Ja, die kan je dan voor de helft van de prijs dan bemachtigen. En dan kan dat nog wel eens heel erg interessant zijn. Dan ga je nog een stapje hoger. Uit mijn hoofd dacht ik, hou maar... Wacht even. We pakken gewoon de gids er gewoon bij. Want daar staat het gewoon duidelijk in. Wat betreft het hoogste goed. Dus even spieken hoor. Waar ben je? Ah, hier. Dus hè, inderdaad, de minimumwaarde is 295 euro. Krijg je dus je 10% partytegoed. En één artikel voor de helft van de prijs. Zoals ik zei, 515 euro krijg je twee artikelen voor de helft van de prijs. En nog steeds je 10% aan gratis producten. Heb je een bedrag wat je wil bestellen voor 735 euro. Dan krijg je drie artikelen voor de helft van de prijs. En dan krijg je 15% aan gratis producten. En heb je een echt mega order... van 1465 euro, dan krijg je ook 15% aan gratis producten en vier artikelen voor de helft van de prijs. Wat betreft het hoogste goed en de halve prijsproducten, daar vallen geen Disney producten onder. Dus niet de Disney waxbaren, de Disney cirkels, geen mooie Disney warmer, geen Disney buddies,
Helaas valt dat daar niet onder. En met Disney versta ik ook Marvel en Star Wars. Dus geen Captain America warme, geen Iron Man warme, geen Cinderella. Nee. Geldt alleen voor de Sensi-producten zelf. En ja, zoals gezegd, Sensi hebben natuurlijk ook hele mooie eigen producten. Dus als je gaat kijken naar een deluxe diffuser die ongeveer zeg 220 euro normaal gesproken is, kan je bij twee hostproducten. Nou, dan in ieder geval voor de helft van de prijs krijgen. En in plaats van 220 euro betaal je dan 110 euro voor de warmer. En dan kan, of dan diffuser is het. Dus ja, dat kan nog wel eens heel erg interessant zijn om erover na te denken. Om een keer een party zelf te hosten. Wil je een keer een party hosten, kan je mij of je eigen consulenten ervoor benaderen. Om dat samen met je te gaan organiseren. Maar goed, ik had zo'n grote order. Dus ik dacht, ik maak een party aan voor mezelf. Maar ja, ik heb maar de helft binnen. Dus ik voel me een heel klein beetje teleurgesteld. En ik was wel helemaal. Ik heb alles binnen. Ja, nee. Dus dit is nog even een verrassing wat ik nu wel binnen heb. En wat gaat komen. En ik hoop dat die tweede deel morgen gaat komen. Maar dat weet ik dus niet. Die garantie heb ik zelf ook niet gekregen. Dus ja, voel me een beetje ja, teleurgesteld. Maar dat zal wel helemaal goed komen zodra morgen of overmorgen de UPS-bezorger aan de deur staat. En ik heb gelukkig avonddienst. Dus meestal kan ik hem dan in dat geval gewoon zelf nog net niet bespringen van kom hier met mijn doos. Of met mijn pakket, of wat dan ook. Zit op te wachten. Met smart. Maar helaas. We gaan het in ieder geval nu even met deze doos doen. En hè, zoals jullie konden zien, het is echt een mega, mega pakket. Wederom op de Sensi manier goed ingepakt. Met een berg papier. Even de frutsels eruit die er bovenop liggen. Eens kijken of hier toevallig ook een pakketbon al bij zit. Niet, zie je niet direct. Oké. Nou, ik zie het niet direct. Sensi levert altijd als je een waxbar bestelt of een warmer of wat dan ook, krijg je altijd een beschrijving erbij. Het kan wel eens gebeuren dat ik een keertje dat dus niet bij de bestelling doe. Maar over het algemeen, als ik voldoende ervan heb, stop ik die altijd bij je bestelling, zodat je ook kan zien wat de inhoud van de gebruikte producten zijn van de waxbar, de cirkel. Of wat dan ook als zodanig. Nou, ik zie in ieder geval niet direct de pakbon. Wel genoeg andere mooie dingen. Dus ik begin gewoon met uitpakken, lijkt mij. Ik had in ieder geval, daar het coronatijd is en ik nog net niet handcremes opvreet. Want ik heb zulke droge handen door het hele vele. Handen moeten wassen als verzorgende IG. Dus ja, ik had een paar tubes handcrème besteld. De ene Pink Promenade. En zoals jullie misschien al weten, is dit een van mijn favoriete Sensi-geurtjes. Ben ook nog wel heel erg zuinig schikdraad op de waxbar van de Pink Promenade. Maar gelukkig, ondanks dat die niet als waxbar verkrijgbaar is, wel in de Bodyline producten. Beschikbaar. Dus ik heb van die in ieder geval sowieso een nieuwe tube besteld. En om uit te proberen de frisse geur van aloë water en komkommer als handcrème. En dan had iemand ook een pot waskorrels besteld. Die had ik als een monstertje sample een zakje waskorrels gegeven. Amazon Rain. En die was er helemaal. Die had echt zoiets van, ik wil een pot. Regel een pot.
Die geur. Ai, ai. Dus een pot waskorrels Amazon Rain. En dat is echt een soort van heel zacht kokosgeurtje. Lekker fris, lekker schoon. Ik persoonlijk vind hem zelf als waskorrels net iets te licht. Maar zij was verslaafd, hoekt. Ze zegt een pot. Ai, ai. Dus bij deze geregeld. Zoals jullie in de vlog van de vorige keer konden zien, ik heb inmiddels ook de Jammy Time uitgeprobeerd als waskorrels. En ik moet eerlijk zeggen, hij is echt heerlijk. Nou moet ik nog wel de Lavendel Cotton uitproberen. Maar ik denk dat dat wel tot nu toe de favoriete waskorrels zijn, voor mij betreft, de Jammy Time. Ik denk, ik deel hem nog eventjes met jullie. Wat zit er verder nog in het pakket? In de uitverkoophoek had ik geregeld een Scentsy Blankie Buddy. Ook dan toch over het Jammy Time hebben in de geur Jammy Time. En ja, dat is een soort van knuffel, kroeldoekje. Zo heel even. Oh, heerlijk. Hij is echt lekker. En de Jammy Time ruik je ook. Dus echt een kroeldoekje. Voor de kleintjes. Heel zacht, heel aardbei. En ook gevoerd met een soort van satijnachtige voering. Heerlijk. In de geur Jammy Time. Met wat borduurwerk erop. En op zijn poot. Geborduurd Scentsy. Zo, ook wel heel erg leuk en mooi vormgegeven. Ik doe hem direct weer in de pot. Is natuurlijk een heel leuk kraamcadeautje. Zeker als het in de uitverkoop is. Heel leuk kraamcadeautje voor weinig geld. Ja, ik heb het wel vaker gezegd. Check regelmatig die uitverkoophoek. Want je weet nooit wat voor leuks dat er ineens tussen zit, staat of wat dan ook. En ja, dit soort producten gaan meestal heel snel, maar ik heb er nog één weten te bemachtigen. Zit er zelfs af en toe ook nog wel eens hele mooie Disney-producten bij. Waaronder bijvoorbeeld een Pluto, een Goofy en een Simba Buddy. Dus check die uitverkoopboek. Wat heb ik er nog meer in zitten? In de bestelling heb ik de T-Rose zitten. Als mini-warmer. En ik zal hem heel even uit de lampenkap heel even uit de verpakking halen om aan jullie te laten zien. Even vlug. Even laten sneak peeken. En ik doe hem dan wel niet aan en installeren. Maar dit is de T-Rose. En zoals jullie zien heeft het ook echt een hele mooie. Hij is keramiek. Een hele mooie vorm van een roos. En wat betreft de mini-warmers, zeg ik altijd, doe er niet meer als één blokje wax in. En zeker bij die T-Rose, want ik doe hem dan wel weer in de verpakking, maar de blaar, hij loopt niet gelijk af. Met als gevolg dat de wax dan langs de blaadjes, langs de warmer zou kunnen lopen. Niet de bedoeling. Een waxongeval. Dus doe hem er weer heel even in. Zo. Dan bij de mini-warmer zit altijd voor het betreffende systeem het stekkersysteem. Dus je hebt of de keramieke versie, of die heeft net een andere sluiting, of de glazen variant. En met de glazen variant die draai je er meestal op. Dan heb ik even de andere stekker. Die zijn namelijk het. Hetzelfde. Daarnaast heb ik twee keer de Dream It, Live It, Love It Warmer. En ook die zal ik even qua lampenkap aan jullie laten zien. En wordt altijd heel erg geleverd met bijhorende ringen. Die liggen meestal bovenop. Dus wees daar voorzichtig mee. En het lampje zit meestal in het stekkersysteem. Dream It, Live It, Love It is ook een keramieke warmer. Hij is ook wel heel erg leuk. Ook wel heel positieve quote.
En zoals jullie zien, van keramiek. En hè, ook naast de tea rose geldt ook voor deze één blokje, echt één blokje wax doen. Meer dan heb je een waxaccident. En ja, dat wil je gewoon niet. Dat wil je echt gewoon niet. Zo. Stop hem er weer in. Dus die kan ook naar de betreffende persoon toe. Netjes erin. Zo. Dan heb ik de tweede Dream It, Live It, Love It. Dan ligt er bovenop de diffuser cord. Dus dat is de stekker die je dus in de deluxe diffuser stopt. Bij de, hoe heet die nou? Ik haal die twee altijd door elkaar, maar dat klopt dus niet. Je hebt dus de deluxe diffuser, de premium diffusers. Dan ga ik ook weer toch even spieken. Ik denk, Ik wil het natuurlijk wel goed vertellen. Ja, dat zijn dus de premium diffusers. Krijg je de stekker er los bij. Bij de deluxe diffuser, de Fleur deluxe diffuser, zit de stekker gewoon in de doos erbij geleverd. Dan begin ik bij deze. En de deluxe diffusers komt denk ik in twee delen. Ja, dat heb ik goed. Inderdaad in twee delen. Dus je hebt deze doos. Met de deluxe basis. Dus er zit dus hè, de basis in. Ook wel een hele mooie, prachtige doos. En die ga ik gewoon een keertje los aan jullie laten zien. Met een aparte unboxing. En je hebt de lampenkap voor de diffuser. En ook in net zo'n prachtige doos, moet ik eerlijk zeggen. En... het fijne van de premium diffusers is dat je hebt dus gewoon de basis. En afhankelijk van de basis kan je dus de lampenkap doen. En stel je bent helemaal uitgekeken op de lampenkap. Het leuke van dit systeem is dat je dan niet direct gelijk een heel nieuw systeem moet aanschaffen. Ook omdat er natuurlijk best wel een behoorlijk prijskaartje aan vast zit. Maar dat je dus ook gewoon een losse lampenkap kan regelen. Dus ben je deze zat bij wijze van, dan kan je ook een losse lampenkap regelen. En dit is dus de Enrich. Die laat ik jullie wel heel even zien. De Enrich lampenkap. En die is ook deels van, ja, wat is het? Het lijkt op keramiek, maar de basis is glas. En met allerlei mooie turquoise bloemen op. Jullie krijgen van mij dus een aparte unboxing om die te laten zien. Zo. Want anders wordt dit wel een heel erg lange vlog. En dat is die nu al. Dus... zo. Even weer netjes en goed inpakken. En ik denk dat ik een keertje een vlog maak zodat jullie de premium diffuser kunnen zien met de deluxe diffuser. En dat ik jullie na het uitproberen van de premium diffuser ook de verschillen kan laten zien. Ook in gebruik. En ja, ik zet die heel even hier neer. Want dat is natuurlijk behoorlijk breekbaar. Daarnaast zit er in het pakket... de Dream Sparkle of de Dream Big brander in. En die zal ik zo even uitpakken. Ik laat ook even de andere dozen zien, want hij begint gevaarlijk te hellen. Zodat we dadelijk hier scherven hebben liggen. Daarnaast heb ik de Twinkle Warmer. Die ik dus als hostbeloning heb geregeld. En om een keertje een leenwarmer te hebben. Die eventueel uitgeleend kan worden aan de Disney liefhebber.
En ook om gewoon om te laten zien, tentoon te stellen, de Mickey Mouse Classic Curve Sensi Warmer. Heel eventjes wat ruimte maken. En daar gaat mijn trui weer. Nou, die heeft er ook niet veel zin in. Zo. Die heb ik gelukkig nog in zitten. Wacht even, doe ik hem even uit. Laat ik jullie heel even gauw de Dream Big Warmer zien. Zo. Nou, die heb ik niet heel erg veel zin in. Maar daar gaat hij weer. En zoals gebruikelijk de positieve quotes op de flappen van de doos. Rijm nog ook. Ik heb het niet verzonnen, mensen. Of eigenlijk wel, maar... Nou, bovenin. Gebruikelijk schaaltje van de warmer. En deze warmer geeft hij aan dat op het schaaltje maximaal 4 blokjes wax erin kan hebben. En dat het... schaaltje niet bedoeld is voor consumptie of spullen erin te doen zoals etenswaren of andere blouses. Dat het echt bedoeld is als om daar wax in te doen. Nou, dit is dus de Dream Big Warmer. Die is stevig ingepakt. Dat is dus een hele mooie keramieke warmer. Die is momenteel in de uitverkoophoek met flink afgeprijsd. En hij is wel verschrikkelijk leuk. Dus ook wel ideaal voor bewijzen van een meidenkamer. Of als volwassene en ik ben voor je gevoel nog steeds een meid. Of je houdt van de kleur roze. Of gewoon van de positieve boodschap. Ja, check die uitverkoophoek. Ook deze warmer. Zoals jullie zien. Sensi achterop. En een aan- en uitknop. Dus ideaal. Ik stop hem even eventjes in het stopcontact. Redt hij dat? Ja, dat redt hij. En... Ik moet nog wel het lampje erin doen, want anders doet hij natuurlijk nog geen donder. Even spieken. Dit is trouwens een 25 watt lampje wat hierin gaat. Dat gaat niet goed. Dan wil ik het weer te vlug doen. Haastige spoed. Het is nog steeds zelden goed. Maar als het goed is, zit hij nu er goed in. Ik zal hem even aandoen. En deze aandoen. En zoals jullie zien, is hij wel heel erg leuk. En dan doe je natuurlijk het schaaltje. Bovenop. Dus de Dream Big Warmer. Stop hem weer heel eventjes uit. Zo. Pak hem heel even snel in. En dan laat ik aan jullie de Twinkle Warmer even gauw zien. Hier even op zo. En ik heb in ieder geval de Dream Big ook als lane warmer geregeld. Want het is soms best wel heel handig, of onhandig eerlijk gezegd, als je er maar één hebt. Terwijl het is toch soms graag mensen ook de lane warmer willen. En nu heb ik wel geduld, maar niet iedereen heeft dat dus. Maar ook die kan ik tegenwoordig als lane warmer uitlenen. En die mogelijkheid is er dus ook. En zoals gezegd, check die uitverkoophoek. Want deze mooie brander is daar nog namelijk te vinden. Heel even een stukje naar achteren.
Vervolgens de twinkelwarmer. En de twinkelwarmer heb ik dus met een hoogste goed kunnen doen. Voor de helft van de prijs. Dus het is een wat deluxere warmer. Ook wat duurder prijssegment. Ook weer wederom de positieve quotes op de doosflappen. De gebruiksaanwijzing. En bovenin zit een heel mooi doosje verpakt. En met het gebruikelijke schaaltje erin. En dit is een glazen schaaltje bij de twinkelwarmen. En ook dit schaaltje geeft hij aan. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Maar dan nog maar 4 blokjes in kunnen. Even piepschuim er vanaf. En er vallen al wat glitters er al vanaf. Op deze warmer, de twinkle warmer, ziet er dus onverlicht al heel mooi uit. Ook echt twinkelt. Gouden steentjes, zwart, zilver. Ik zie wat blauw, ik zie wat roze. Zo. En in de warmer gaat, ik denk ook aan de grootte van de lamp te zien. Ik dacht een 25 watt lampje in. Zal ik er weer even heel voorzichtig indraaien. Even rust. Nee, zie je dat toch te snel. Gaat nu goed. Ja. Dan doen we die er ook even insteken. En ook de twinkelwarmer heeft een aan- en uitknop op de achterzijde zitten. Zo. En dan doe je natuurlijk het schaaltje bovenop de warmer. Zet hem aan. En dit is de twinkle. En dan moet ik ook wel zeggen, hij komt wel heel erg bling over en te staan. Dus wil je een keertje als leenwarmer uitproberen de twinkelwarmer. Die mogelijkheid is er dus ook. Zo. Pak ik die weer heel voorzichtig en netjes in. Want ik wil ook nog heel even vlug aan jullie, voor zover dat kan en gaat, de Mickey Classic Curve aan jullie laten zien. En de Mickey Classic Curve is dus een gelicenseerde warmer. En zoals ook al eerder gezegd, de Disney producten kan je helaas niet met het hoogste goed doen. Dat gaat dus niet. Eventjes dubbeltjes plastic erop doen. Zo. En dat komt ook omdat het gelicenseerd is. Scentsy heeft dus die Disney licentie met behulp van Disney. En ontwikkelt dus samen met Disney hele mooie, prachtige producten. En dat is echt van een de wax tot aan prachtige warmers. En de Classic Curve is een wat simpeler warmer in zijn eenvoud. Maar hebben dus ook bijvoorbeeld een Marvel lijn. Hè? Je hebt nog ik zou gewoon even kijken op de site van magischegeurtjes.sensie.nl. Je hebt daar dus ook te vinden de Marvel collectie. Dus er is nog momenteel een Iron Man warmer. Er is een Captain America warmer. En ook als je gewoon gaat kijken, prachtig gedetailleerd daar te vinden. En als je dan toch aan het snuffelen bent in dat gedeelte bij de. Je kan dan het beste kijken bij collecties. Heb je dus ook bijvoorbeeld de Cinderella collectie. En naast de Wax Party die ooit is uitgegeven door Scentsy, helaas ook niet meer te leveren, is de warme à la de koets van Cinderella er nog wel te krijgen. En dat is ook echt een hele prachtige, gedetailleerde warmer in de vorm van de koets van Assepoester. En ook die is daar nog te vinden.
En naast, daarnaast eigenlijk, is er nog de Mickey Classic Curve. En naast Mickey is er ook een Mini Classic Curve. Dus zowel Mickey als Mini kan je als warmer bestellen, regelen. Oh, die is ook wel heel erg leuk. Die is net even anders als het gebruik normaal gesproken. Hè? Wat ik heb jullie laten zien, heb je de Sensi Quotes. En bij deze zie je dus ook mooi. En ook wel heel erg mooi versierd. En op de andere flap staat... Oh, shucks. Ik ken wel dat hij zegt oh boy, maar oh shucks. Ik ga ervan uit dat het goed is. Bovenin zit het piepschuim. Dat zal ik ook wel heel even laten zien. Met het bakje erin. Dus die haal ik er even heel voorzichtig uit. En ik haal het piepschuim weg, want het is best wel nog een groot stuk piepschuim dat erin zit. En ik haal de warmer uit. En ik zet even de doos opzij. Want anders blijft er wel heel erg weinig ruimte over. En wat ik wil zeggen, dit is best wel een wat zwaardere warmer. Even, ook echt stevig ingepakt. Zoals Sensi gebruikelijk is. Zo. En dit is dus de Classic Curve. En zoals je ziet is de Classic Curve grijs. Met een Mickey voorop. In een van zijn standaard poses. De gaatjes, moet ik ook wel zeggen, wel heel leuk detail is. Normaal zijn de gaatjes in de warmer meestal rond. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar de gaatjes hebben hier de vorm van een Mickey hoofdje. Ook wel heel erg leuk. En naast Sensi op het hoekje ook weer de gebruikelijke aan- en uitknop. Zodat als je hem hebt geïnstalleerd, dat je hem niet hoeft te verplaatsen. En de stekker gewoon in het stopcontact laat zitten. En wel gebruik kan maken van het aan- en uitknopje. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Dit is het bakje. Er zit wat stof in het bakje. Maar een grappig detail ook in het bakje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zit een Mickey hoofdje. En op de achterzijde. De gebruikelijke. Even kijken of dat duidelijk. Of die wil scherp stellen. Maar ik weet niet of die dat goed doet. Maar er staat dus op de onderkant van het bakje. Inderdaad het gebruikelijke. Niet meer dan 4 waxblokjes tegelijk. Dus niet meer dan 4 waxblokjes tegelijk. Het schaaltje zet je bovenop. En hè, zoals jullie zien zit daar de uitsparing in. En dat komt ook omdat Mickey's hoofd een beetje ervoor zorgt dat hij dan zo loopt. En ik moet nog even het lampje erin draaien. Dat heb ik dan nog niet gedaan. En ook dit is een 25 watt lampje. Wat in de Mickey Classic Curve Warmer gaat. Nou, mocht het een keertje zo zijn dat een van jullie warmers het lampje stuk is. Als het goed is. Heb ik wat lampjes besteld. Dus in geval van nood. En je lampje is stuk. En je hebt er niet toevallig één op voorraad. Neem contact op met mij. Ik probeer ze in ieder geval een paar op voorraad te hebben. Dus in geval van nood kan je bij mij dan een nieuw lampje regelen. Nou, het lampje zit erin. Ik zet het schaaltje erop. We zetten de stekker alvast aan. En daar gaat hij. En zoals jullie zien is het een keramieke schaal. Echt licht geven doet hij niet. Hij schijnt wel door de gaatjes. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zal eens even kijken of ik kan draaien.
Ja, dat lukt dus. Ik weet niet of jullie het kunnen zien op de muur. Maar doordat de gaatjes het Mickey hoofdje heeft, is dus de weerschijn op de muur ook een Mickey hoofdje. Weer terug. Kijk. Dus ja, dus hij geeft niet echt direct licht. Maar het is wel een mooie, stevige, warmer. Waar je natuurlijk heerlijk je geurwax in kan branden. Nou, voor nu laten we het heel even hierbij. Ik had graag aan jullie de andere bestelling willen laten zien. Maar helaas, dat komt helemaal goed. Ik moet die teleurstelling heel even processen. Maar ik hoop dat ik morgen alsnog voor jullie de postbezorger kan bespringen. Om pakket nummer 2 in ontvangst te kunnen nemen. En zodra die dan binnen is, kan ik die aan jullie laten zien. En jullie krijgen dan van mij nog een keertje de uitgebreide unboxing van de premium diffuser te zien. Zodat ik ook aan jullie kan laten demonstreren hoe dat die werkt. Want de deluxe diffuser werkt net heel even anders. Daar de premium diffuser wat meer mogelijkheden zou moeten hebben. En niet dat daar wat mis mee is met de deluxe diffuser. Maar de premium diffuser, ja, is net even anders. Wat meer mooier vormgegeven. Maar ja, goed, daar hangt ook wel een wat steviger prijskaartje aan vast. Maar het leuke is als je dan een keertje een party host. En je komt dus aan dat party host bedrag. Dat je hem dan bijvoorbeeld met behulp van ja, twee keer de het product voor de helft van de prijs. Dat je hem dan toch voor een heel leuk bedrag aan kan schaffen. Geldt ook voor andere prachtige producten hoor. Of zoals de Twinkle Warmer. Of maakt niet uit wat. Of het is 3 potten waskorrels. Ook dat kan. Of 3 geurcirkels. Maar ja goed, ik zou zelf ja, voor een wat duurder product kiezen. Waardoor dat het toch wel wat aantrekkelijker wordt, wat leuker wordt. Maar dat ben ik. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het is geheel naar jouw keuze wat je wil. Nadeel is wel dat je dus geen gelicenseerde Disney, Marvel, Star Wars figuren ermee kan regelen. En ook niet wat betreft het 10 à 15% gratis producten. Dat kan ook niet. Daar kan je trouwens wel weer heerlijke wax van regelen. Of andere Sensi-producten. Maar helaas niet de gelicenseerde producten. Voor nu ga ik het zo laten. Ik ga dit in ieder geval alvast weer een beetje terug inpakken. Zodat ik in ieder geval weer ruimte op mijn tafel krijg. En ik hoop dat ik gauw morgen terug kan komen. En zo niet, dan zien jullie wat later van de week deel 2. Dus verstrekjes gezien het de tijd. Het is 5 over 5. Verstrekjes, eet smakelijk. Geniet. Hele fijne avond. En tot snel. Groetjes!